En heel raar. Maar ik zat op een dit moment weer. Het is ook moeilijk vanaf te gaan. Hoe lang je blijft doen, hoe moeilijk het gaat worden. Dat kan ik je echt aanbevelen. Als ervaring, ja, ervaringskundige. Super tof dat je kijkt naar gloednieuwe vlog. Mijn naam is Albert Pas, zoals iedereen weet. En ik ben al een tijdje net klaar uit mijn werk. Ik kom net van mijn werk vandaan. En wat een dag. Ik heb gewoon tot 12:30 gewerkt. En 7:00 begonnen. Zo. Wat een dag zeg. De knijters. Heerlijk gewerkt in ieder geval. En ik ga nu klaarmaken om te editen. En eten halen voor deze weekend. Moet ook nog even gebeuren. En nu lekker radio luisteren. En waarschijnlijk ook vanavond RTW gaan luisteren naar Back to Now. Maar dat weet ik nog zelf nog niet zeker. Maar ik denk wel, heb ik wel even zin in de ene kant. En even editen. En even relaxen. En in ieder geval nu even een heerlijke bakje koffie drinken. En het laatste wat ik ga zeggen is weekend houden. En wat er binnen deze weekend verwacht weer is dat er sneeuw komt. Na 2 weken tijd, of 3 weken tijd. Hoe lang is het geleden? 3 weken, 4 weken? Ik zou het niet meer durven zeggen eigenlijk. Ik heb het weer gesneeuwd na 2 jaar tijd. 2 jaar geleden eigenlijk. Nou, nu is het 4 weken geleden volgens mij, bijna een maand. Dus ja, oké, okay, 4 weken is een maand trouwens. Wauw. Maar oké, dus eerder dat. En dan ga ik dadelijk even werken naar de supermarkt om even eten te halen voor het hele weekend. En we hadden een plan, maar ik ga dadelijk terugkomen. Ik heb nog wat dingen te melden. En ik ga nu even een lekker bakje koffie zetten en even kan je eten geven. Nou, dat nu ook even doen. Oh, zat ik lekker relaxed op de stoel. Zat ik YouTube of zat ik thumbnail te maken voor mijn vlog. En zit die Ganja in je oor te mouwen. Die zit nou hier zo. Oh, zit helemaal achter me. Ganja! Ganja! Hallo! Hey, boef! Wat is je jongen? Wat is je jongen? Ganja! Dit doet hij zo vaak en blijft hij daar stilstaan. Typisch Ganja. Hé boef, waar ben je? Ganja, kom eens hier. Ganja. Oh, hij wil niet komen. Ganja wil niet komen. Toch? Oh, wacht. Daar ben jij. Hij zit daar zo onder. Oh, maar het is ook even lekker om mijn schoen uit te trekken. Oh, ik voel net of je. Als ik door mijn schoen uit heb uitgedaan, dat ik juist lucht heb in mijn tenen. Jee, man. Jongen. Ja. Oh, dat voelt zo heerlijk eigenlijk. Schoen uit doen. Ben je lekker. Maar soms ook wel lekker om aan te hebben. Vind ik. Ik weet niet. Ik heb autisme dat ik gewoon schoenen met schoenen door het huis loop. En dan heb ik geen zin om schoenen uit te doen, omdat ik het zo lekker vind om met schoenen te lopen in huis. Maar ja. Iedereen heeft zijn eigen mening, de andere idee daarover. Ik heb altijd standaard gewoon schoen aan. Maar oh, ga ik ook niet weg? Ik heb dan altijd gewoon schoen aan. Ik weet niet waarom. Oh, kijk, daar is hij. Kijk, zit je lekker, jongen? Hé? Hey? Zit je lekker? Hij is de laatste tijd gewoon echt daar zo. Ik weet niet waarom, maar. Waarom zit je daar zo? Dat is sinds kort dat ik daar troep heb opgeruimd, want ik heb altijd daar dingen liggen. Maar ik ben nu proberen om dingen gewoon echt op te ruimen. Dus vandaar. Niet altijd lukt natuurlijk, maar als ik mis, ik doe het op een manier van als ik zin heb om dat op te doen. Maar ik hoorde weer vandaag, of daarnet, dat er juist kans is dat het gaat regen, sneeuwen vanavond. Dus we gaan het even kijken, in de gaten houden. En wat ik ook ga doen is lekker vanavond even denk op tijd naar bed. En als ik niet vergeet, ik denk dat ik sowieso ga vergeten. Ik denk van, ah oh, wacht, ik zit in de film.
om er een film af te kijken. Kijk, denk ik weer dat weer ga krijgen, zoals een week geleden. En ik ben benieuwd ook tegen wie... Oh ja, Groningen volgens mij, ja? Dat Feyenoord tegen Groningen moet, deze weekend. Want er zijn ook een paar wedstrijden al eerder gaan beginnen, door de weerstandigheden. Dat sneeuw gaat komen waarschijnlijk. Maar wat ik ook nu ga doen is even lekker relaxen, wachten tot mijn vlog klaar is en dan... denk dat ik even naar de supermarkt ga of even wat lekkers eten gaan halen. Om wat lekkers te halen. En eten voor vanavond. Dus dan weet je, we gaan dat even nu doen. Net klaar met boodschappen en ik liep lekker in de Gouden Plein vandaag. En toen was er iets gebeurd. Maar, jullie weten wat? Hou mijn vlogs in de gaten en daar ga ik binnenkort over hebben wat er toen is gebeurd. Want ik kwam een paar mensen tegen en wie dat zijn, gaan jullie zo meteen al over horen. In ieder geval, het was Eus en Theo van RTW. Ik kwam er mensen van RTW tegen, twee mensen. En ja, waar binnenkort ga ik er meer over hebben. Want de beelden komen ook op RTW website. Daarom wil ik even wachten. En binnenkort komt het ook in mijn vlog. Als het op RTW website staat, staat het ook in mijn vlog. En als het goed is, krijg ik die beelden van Eus. Eus Driessen, de fotograaf van RTW ook. En hij is zelf fotograaf, dus wil jij mij even boeken? Dan heb ik hier een kaart. Scan deze code, dan kan je zijn Instagram en wat dan ook alles vinden. Dus vandaar. Dus check het even en dan ga ik nu even lekker video bewerken en lekker een filmpje kijken. In ieder geval lekker nu filmpje kijken. Oh, wat is het donker, mensen. Ja. Want ik ga even klaarmaken om te eten, want Gaia heeft eten gehad. En ik ga even licht aanzetten, want anders jullie zien me natuurlijk niet. 1, 2, 3. Kikkeboe. Ja. Ik heb al eten gehaald voor vanavond. En ik dacht, ik ga snel weer wat makkelijker eten. Ik was eigenlijk van plan om weer wat anders te eten, maar ik heb al eten in huis gehaald. Dat is bijvoorbeeld... shawarma. Broodje. Maar waar is die broodje? Oh, daar. Maar die shawarma natuurlijk zie ik. Pizza, broodje. Ik ga dat even snel eten. Al is het niet gezond. Wat ik ook heb is... Voor de weekend ook boontjes. Maar dan ga ik denk morgen eten. En ik heb even bier gehaald. Want ik ga waarschijnlijk even Rick uitnodigen om bij mij langs te komen. En ik hoorde een leuke nummer. Die ik heel lang niet heb gehoord. En dat is... De linker zeven dagen lang was de lul. Dus we klinken wel anders dan normaal en ik hoor de hele tijd de dik afgaan. En hij is al bijna leeg. Ik vraag me echt af hoe dat kan. Want ik normaal kan ik mijn smart heel lang bewaren, maar deze keer niet. Maar we gaan deze broodje even in de oven doen. En dan gaan we lekker van eten. Ik heb heel erg gegeten net en ik heb al een bordje op. Alleen ik zit even kijken. Om wat lekkers te nemen namelijk. Maar ik weet al wat. Wat ik ga nemen is even lekker een bakje vla. Want ik heb vanmiddag... Zo, moet ik wel goed filmen. Want ik heb vanmiddag een bakje vla gehaald bij de supermarkt. Ik ga nu een bakje vla even erin in het bakje doen. En ik dacht, leuk, gezellig. Eigenlijk met Rick even een biertje te doen, maar... Onverwachts belde ik hem net op en zei ja, ik ga naar Arnhem, want mijn vader is jarig. Nou, dat kan. Dus ik dacht wel jammer, maar ja, het is niet anders. Maar ik heb even net een bakje vlaag gemaakt, maar binnenkort een andere keertje ga ik dan met Rick dan een biertje doen. Dus ook wel gezellig altijd. Eens een keer de hele tijd, tenminste ik heb de hele tijd... Ik ben niet zo bier drinken namelijk en ik vind je moet het eigenlijk drinken als je wel 18 jaar bent en ja 18 jaar en ouder bent, dus ik hoop dat jullie dat ook doen als jong voor jonge kijkers. Maar ik ga nu in ieder geval lekker bakje vla eten met YouTube te kijken bij van een vlogartje zo. Oh, ik heb even lekker heerlijke douche gepakt. Ik dacht ik ga gewoon even opfrissen. Ik voel een beetje inkakken. Deze
Ik ga even douchen, misschien helpt dat een beetje wakker worden. Maar ik ga ook even één bakje nog één laatste bakje drinken, koffie drinken. Want ik wil niet te laat maken namelijk. En dat gaan jullie morgen horen of het gelukt is of niet. Maar ja, ik ga in ieder geval even lekker gordijn dicht doen. En eerst vooral lekker bocht koffie drinken. En dan lekker mijn nestje ingaan. Om morgen weer een dag. En morgen ga ik even lekker... Ja, wat we gaan doen, wat ik ga doen, ga ik zien jullie morgen in ieder geval. Het is bijna over 9, 8 minuten is het 11 uur. En ik ga lekker gewoon lekker een filmpje kijken. En dan klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Hoe laat, hoe wat en ook, weet ik niet. Maar ik hoop ook een paar dingen morgen binnen te krijgen. Het is Valentijn cadeautje. En ook nog andere paar dingen. Wat ik dacht, een beetje voor opruim dingen. En als het goed is, komt er ook... Heb ik ook besteld namelijk, weet je, dat gaan jullie wel morgen zien, als het goed is, als het binnenkomt. En anders, want stond erbij, 4 à 10 dagen dat pas binnen gaat komen. Dus, ja, dus dat is morgen, is 4 dagen geleden, dat is al dan 4 dagen geleden want dat ik het besteld had. Dus we gaan het zien, ik hoop dat het dan morgen wel binnenkomt eigenlijk. Dus we gaan het allemaal morgen zien of het binnenkomt of niet. In ieder geval denk ik zondag dat het niet sowieso binnen gaat komen. Wat ook morgen gaat gebeuren is sneeuw. Ja, er gaat weer sneeuw vallen. Wat jullie al waarschijnlijk hebben gehoord. En dan gaan we morgen allemaal zien. En kijk, deze maand is vandaag de... 15e, als ik goed heb. Of 4e. Ja, 5e. En niemand is jarig tot en met 13 februari. Want dan is iemand die bij mijn overkant heb gewoond, vroeger bij mijn, voor mijn overkant heb gewoond, jarig. En mijn moeder, die is over een paar dagen jarig. Het gaat dagen weer hard, zeg. Niet normaal. Het gaat gewoon echt in bizar hard dagen. Echt niet normaal. Ik weet nog het dag van gisteren. Dat ik begon met vloggen. En ik zeg eerlijk, ik vond het zelf begin ook KUT, als ik zeg iets moet zeggen. En ik vond het zelf niet echt mooi om naar te kijken, interessant, kwaliteit slecht. Maar ik vind wel dat mijn kwaliteit vooruit is gegaan. Het kan beter, mijn punten. Laten jullie mening ook maar even beneden achter wat jullie van vinden. Pluspunten, minpunten. En ik weet niet of jullie oude vlogs nog kijken. Laat even weten in de reactie. Ik kijk wel zelf naar andere YouTubers. En dan denk ik... ja. Ik probeer een beetje dingen mee te pakken. En dan mijn stijl eigenlijk. Om zo te zeggen. Dus vandaar. Dus, en dan ga ik nu even lekker een filmpje kijken. Op kijken.nl. En lekker met een bakje koffie erbij. En ik heb een lekker blok flauw op. Oh, dat was wel even lekker. Ja. En denk misschien zo met dan. Ik heb gewoon trek. En heel raar. Maar ik zat op een dit moment weer. Aan een peuk te denken gewoon. Gewoon. Ik heb heel de tijd niet aan peuk gedacht. Sinds vandaag. Sinds. Ja, best wel lange tijd. Ik weet niet wanneer, maar 3 weken, 4 weken dat ik weer aan peuk denk. Heel waar. Niet dat ik hem wil, maar gewoon een manier dat ik eraan denk. Snap je? Van hoe dat ik kan, denk meer van voorstellen dat ik het niet dat ik gedaan heb eigenlijk. En de aanrader, ga nooit roken. Het is echt wel verslavend als ik jullie moet zijn. En ook moeilijk vanaf te gaan. Hoe langer je blijft doen, hoe moeilijk het gaat worden. Dat kan ik je echt aanbevelen. Als ervaring. Ja, ervaringskundig om zo te zeggen. Dus beginnen echt nooit aan mensen. Echt niet. Ik weet, en dan ga ik weer terug. Als ik weer terug ga naar die tijd toen ik begon. Vond ik het zo stoer om te doen. Maar nu denk ik van, wat is eigenlijk stoer aan? Om het eigenlijk te roken.
Het is pas tour eigenlijk als je stopt, vind ik. Rare woorden dat ik ineens heb te zeggen eigenlijk. Dat kan ik me echt helemaal niet voorstellen. Dat ik nu zit te zeggen. En vroeger ook nog gebloot. Ik krijg nog een leuke vraag. Was ik vergeten te vertellen. Blijkbaar. En wil ik je ook bij je zeggen. Excuses dat ik vergeten te zeggen. Ik ben het vergeten. Want ik heb elke vraag heb ik er een screenshot van gemaakt. En ben ik vergeten om een screenshot van te maken. En te beantwoorden op die manier. Want ja. Nogmaals excuses. En wat vond ik nou leuk samen werken? Even op terug te komen weer. Ik weet niet. De sfeer. Gezelligheid. Ja. Er zit al min tussen natuurlijk. Maar dat heeft denk ik wel elk bedrijf. En er zit iemand ergens te krabbelen. Kanja, wat ben jij aan het doen? Ik ga hem even roepen, kijken wat het lukt. Kanja? Ik ga even naar hem toe hoor. Oh, Kanja toch. Wat ben je nou aan het doen? Wat ben je aan het doen? Speelmoment heeft hij weer hoor. Hè? Heb jij speelmomenten, jongen? Heb jij speelmomenten? Wat ben je aan het doen, Kanja? Hey. Kees. Wat ben je aan het doen? Wat ben jij aan het doen, jongeman? Hey. Wat ben jij aan het doen? Hey, boef. Zit ik gewoon met mijn kijkers te praten en zit jij te storen? Wat is dat nou? Hey, wat is dat nou? Wat ga je nou lopen spinnen ook nog, jongen? Hij zat hij aan deze tas, zat hij het... Zet hem maar even hier neer. Hé, boef, zat je gewoon aan mijn tas? Zo keer zo lekker. Deed ik vroeger altijd ook bij mijn vader. Zat ik gewoon lekker relaxed zo. Op de bank. Zo. En toen lekker gewoon lekker relaxen. Hè? Met deze grote boef. Hè? Word je al bijna al 6, hè? Meer ben ik dan weer. Word ik 26 alweer. Het gaat de tijd hard, zeg. En zit jij lekker te spinnen? Hm? Ik vind je dat lekker, hè? Lekker geknuffeld te worden door je baas? Nee? Zo. Ik ga lekker weer verder met het filmpje kijken, mensen. Ik ga dat doen. Zo, ik ga nu me klaarmaken om lekker mijn bedje in te gaan. Wat ik eigenlijk tegen jullie wil zeggen is dat ik jullie allemaal wil bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het top zijn als je je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkplezier, gewoon een heel vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. Ik heb er alweer eten opgehaald en dat zijn doppetjes, beetjes en aardappels. Maar wat ik ook gelijk bij ga doen, want dan ga ik eerst even het bord even neerzetten namelijk, is eigenlijk mayo.